Ik heb een heel mooi boek bij me. Dat is De Krokodil. Spannend, en daar ga ik uit voorlezen. Ha, dat kan leuk worden, denkt de krokodil. Een heel groot nijlpaard is bij de rivier. En toen komt er een andere krokodil. En die geeft een kusje. Voorlezen voor die kleine kinderen, is dat lastig? Nee, dat is niet lastig. Kinderen zijn zo geboeid. Maar je moet het ook wel leuk voorlezen. Even kijken, dan kan ik het even niet goed zien. Want een verhaal vertellen, dat vraagt wel wat. Want dan moeten ze echt zichzelf concentreren. En dat deden ze heel goed vandaag. Deed ze het spannend? Eerst waren ze allemaal... Nee. Dan moet ik het op mijn hoofd lezen bijna. Het kan beter. Even kijken, hè. En dan krijg je deze. Dit. Ja. Juf, kan het beter? Ja. Waar ligt dat aan? Omdat die juffrouw harder kan voorlezen. Ja. Het is harder, dit was zacht. Ja. Ja, maar de juffrouw, het is het vak van de juffrouw en die kan altijd goed voorlezen. Toch een applaus. Ja, dankjewel.